Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 19 februari. Ik ben al even klaargemaakt, want ik ben de deur al uit geweest. Ik ben even een beetje zoekende, want ik heb net weer gebeld met mijn provider, omdat mijn wifi dus niet lekker loopt. En ze wisten dus helemaal niks van, het was de vorige keer niet opgeschreven, dat ze een intern onderzoek zouden doen. Nou hebben ze een heel nieuwe naam en wachtwoord aangemaakt, alleen nu vindt hij die hele nieuwe naam niet. Dus dat is een beetje lastig. Dus ik ben daar een beetje mee bezig. Dus ik ga het even aankijken. Anders moet ik ze straks weer bellen. Gisteravond heb ik 4 handen op 1 buik gekeken. Was ook een mooie aflevering. Ik heb Married at First Sight gekeken. Wat ook heel leuk was. Ik heb 5 Days of Sight opgenomen. Dat ga ik nog even terugkijken. Dat lijkt me echt een hele mooie aflevering. Klee gekeken en Rex gekeken. Klee was nu wel heel erg mooi. Want ze gingen naar de Nationals. En daar hadden ze dus nu echt ook nog allemaal nummers die ze deden voor Finn. Dus dat was wel heel mooi. Helaas werden ze 2e. Maar ik vond het heel mooi gedaan. Dus dat eigenlijk. Ik zal jullie even op het statief zetten om de boodschappen te laten zien. Daarna ga ik gauw aan de schoonmaak. Want het is alweer iets later dan gepland. Omdat ik even op telefoontjes had gedaan. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik daarna, als ik schoonmaak klaar heb, even de vlog afmaken. En dan zijn we weer een beetje rond. Dus ik zal jullie even op het statief zetten. Oké, bij de Zeeman ben ik even geweest. Daar heb ik even inpakpapier gehaald. Maar er zit niet heel veel op. Dus ik heb voor de zekerheid nog eventjes 2 keer 2 gehaald. Waren 1 euro per stuk. En omdat er niet heel veel op zit en ik een paar cadeautjes moet inpakken, dacht ik beter even 2 rollen. Dan heb ik in ieder geval dat weer. Ik heb even iets voor de baby gekocht. En ik heb dit gekocht. Dat is deze. En die ga ik dan zondag geven. Ik heb ook nog iets anders. Maar dat laat ik zaterdag wel even zien. Want ik ga zaterdag alles inpakken. Want ik moet zondag al vrij op tijd weg. Dus dat zien jullie dan zaterdag eventjes. Maar deze heb ik in ieder geval. Ik heb nog iets anders. Even hier neerleggen. Was ik even bij de Aldi. Daar heb ik even ijsthee gehaald meegenomen. Het leuke was bij de Aldi. Je had afgelopen weekend. Had je dus hele leuke dekbed overtrekken van Disney. Nou ja, omdat ik zelf dus niet naar de winkel kwam. Had ik mijn moeder gevraagd. Wil je kijken? Mijn moeder had gekeken. Maar ze waren allemaal al uitverkocht. En hier lagen ze nog. Dus ik heb ze alle 2 meegenomen. Want ik kon niet kiezen. En dan heb ik gewoon 2 weer bij. Dat is deze. Allereerst. Je kunt ze dus dubbel. Je kunt hem ook omkeren. Dus dan heb je streepjes. Of stipjes. Heel erg leuk. En ik heb deze. Deze is ook omkeerbaar. Dus dan heb je ook een andere print. Dus ook deze. Superleuk. Heel erg blij mee. Ik heb even mijn rookspullen gehaald. Maar dat is voor jullie niet heel interessant. Ik had even een snitsertje gehaald. Ik heb weer deze reepjes gekocht. Die waren, was ik heel lang naar op zoek. Die vind ik altijd heel lekker van de Aldi. Maar die hadden ze een tijd niet. Nu zag ik ze ineens weer liggen. Ik heb pinda's gehaald bij de Plus. Ik ga een beetje door elkaar heen omdat alles ook door elkaar ligt. Ik heb een zakje bitterballen. Ik hoop dat deze in de airfryer kunnen. Ik was een beetje stuurloos met wat ik wilde eten. Dus ik heb dat maar meegenomen. 2 dozen frikandellen. Want die waren 1 plus 1 gratis. Dat is altijd fijn. Dan heb ik snijbonen gehaald. Die dacht dus dat die in aanbieding waren. Dat was ook wel zo. Maar dat zijn de 400 gram zakjes. En die krijg ik dus in mijn eentje niet op. Dus ik heb maar gewoon de 200 gram gedaan. Ja, die zijn dan wel 20 cent duurder. Maar ja, het is even niet anders. Ik heb een zak patat. En ik heb ook de oma's frieten. Want die waren ook in de aanbieding. Ik heb even kattenvoer gehaald. De boontjes. Zoals elke week. Ik heb even soda gehaald. Want dit is sowieso ook heel lekker voor je voeten. En voor heel veel doeleinden kun je het gebruiken. Maar ik moet mijn wasmachine even leeg draaien. Dus heb ik even soda meegenomen. Ik heb even olie gehaald. 2 flessen. Ik had gisteren mijn aardappelschijfjes in de airfryer. En op een of andere manier werden ze niet helemaal goed gaar. Terwijl ik ze altijd gewoon heb gedaan zoals ik ze altijd doe. Dus ik hoop niet dat mijn airfryer het begeeft. Anders zit er nog garantie op als het goed is hoor. Dus dat is het probleem niet. Maar mocht hij het begeven en hij zou opgestuurd moeten worden. Kan ik in ieder geval ook gewoon frituren. Dus dan is olie wel handig. Even een pakje gewone sigaretten voor volgende week zaterdag. Want volgende week zaterdag gaan we naar de huishoudbeurs. Dus is het fijn om een pakje bij te hebben. Ik heb even de cappuccino en de latte macchiato gehaald. Omdat die nu in de aanbieding waren. Ik heb even bakboter gehaald. Maar die pikt een beetje. Dus die is niet helemaal lekker. Dus die gaat zo de koelkast in. Chocomelletje. Ik ga dit zo ook even opruimen hoor. Ik heb even baking soda gehaald. Mijn handtas, die ruikt nu
oh, heel erg naar kattenplas. Want ze hebben er volgens mij een keer in geplast. En toen las ik dus op internet dat je een beetje van baking soda erin moet strooien. Dat moet je even een paar dagen laten inweken. En dan kun je hem daarna uitzuigen en het maskeert de geurtjes. Dan ruikt alles weer heel erg lekker. Dus dat gaan we straks maar even proberen. Ik heb een zakje aardappelschijfjes. Een dingetje met Snickers. Dan heb ik, deze was nu in de aanbieding, de caramel macchiato van Starbucks. En deze is dus voor mijn dolce gusto. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zitten gewoon de cupjes in en ik hou heel erg van Starbucks. Dus ik dacht, misschien is het wel lekker. Ik wilde hem al heel lang een keer proberen, maar elke keer om hem gewoon zo te kopen vond ik hem wat te duur. En nu was hij met korting. Ik heb nog een hemdje gehaald. Deze had ik had laatst wat ondergoed gehaald bij de Lidl. En daar hadden ze ook bij passende hemdjes bij. Dat vond ik wel leuk. Dan heb ik nog soepballetjes gehaald. En ik heb Sophie's schildpad meegenomen. Want ik had er nog één bij elkaar. Het is wel de laatste week. Ik weet niet of ik er nog een bij elkaar had. Maar ik dacht, ik vind Sophie wel leuk. Dus Sophie mag mee naar huis. Dat waren alle boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik een muziekje aanzetten. En dan ga ik even aan de schoonmaak. En dan ga ik jullie bijzetten. En dan gaan we daarna de vlog verder afmaken. En misschien moet ik straks nog even een billetje doen. Weer naar T-Mobile. Die heb ik dus straks al gebeld. Maar ze hebben iets veranderd in de wifi. En het werkt dus niet. Dus opruimen, schoonmaken en klaar. Zo, ik ben klaar. Ik ga even de vlog verder afmaken en even met de provider bellen, want het is nog steeds niet goed. De wifi vindt het nog steeds niet. Kan ik ondertussen mooi de vlog afmaken. Ik moet toch nog één dagje, dus dan is die ook bijna klaar. Dat ga ik nu even doen. Alles is lekker schoon. Ik heb die baking soda in mijn tas gestrooid, dus die ga ik gewoon vrijdag dan proberen uit te zuigen. Laat ik hem even twee nachten erin. Tijfeltje van tafel. Maar voor nu is alles in ieder geval lekker schoon. Ga ik dat eventjes doen en dan zie ik jullie straks. Zo, de vlog is af. Mijn wifi doet het weer. Yay! Ze hadden de nieuwe wifi naam, die had hij dus niet gepakt. Waardoor ze dus wederom de modem moesten resetten. En ik dus gewoon weer mijn oude wifi naam heb. Mijn oude wachtwoord. Nou, op zich vind ik het dikke prima. Alleen het was gewoon even vervelend. Omdat ik hem dus niet zag staan. Dus dan is het fijn om toch even te bellen. Nu is het allemaal weer gefixt. Ik heb het nu koud. Ik ben blij dat alles schoon is. Die tafel ik heb heel goed aan de kant gehad. Omdat die kolen natuurlijk eroverheen was gegaan. Ik had het al opgeruimd en ook wel gedweld. Maar ik dacht met de grote schoonmaak doe ik het nog een keer extra. Dus dat is ook klaar. En de katten hebben net gegeten. Ik zie wel dat ze iets hebben omgegooid. In de gang. Dus dat is allemaal wel heel erg prettig. Dus straks nog even de vlog opslaan. En dan kan die vanavond online. Nog even een kritiek opschrijven. En dan ben ik rond. Vanavond. Help mijn man eens klussen. En je hebt steenrijk straatarm. En dat neem ik even op. En dat kijk ik dan als ik Help Mijn Man Is Klussen heb gekeken. Want dat komt om hetzelfde tijdstip. Dus dat kijk ik daarna. Voor de rest. Klee, Rex. En Klee wordt. Het was, gisteren was het heel erg spannend. Want de nieuwe directeur die heeft dus nu Klee Club opgericht. En dat was sowieso haar doel elke keer. Nu heeft ze het op. Opgeheven. Ik zei opgericht, maar ik bedoelde opgeheven. Heeft ze nu gedaan. En volgens mij gaan de oude Glee-leden nu in actie komen. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Dan ben ik heel erg benieuwd. Dus het eindigt er nu echt heel spannend. Dat je denkt, kan ik nu maar doorkijken. Maar ik doe het niet. Dus daar ga ik vanavond lekker naar kijken. Straks lekker eten, lekker douchen. Want ik had eerst een ander truitje aan. Maar daar had ik dus al wel weer een beetje flink in lopen zweten. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. Vandaar dat ik me had omgekleed. Straks lekker warm douchen. En dan vanavond lekker op de bank. Even lekker niks. Ja, gewoon mijn dingen doen. Maar verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Want ik ga nu even lekker chillen.
En straks mijn dingen lekker doen. Tot morgen dan. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 20 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het heel erg koud, dus de verwarming is al lekker aan. En dat zie ik ook gelijk, want Tijgertje die zit gelijk op de bank voor de verwarming. Die vindt dat altijd wel heel erg lekker. Ik heb gisteravond mijn programmaatjes gekeken. Ik heb Help mijn man is klus gekeken. Vond ik best wel heftig. Omdat die man die was echt heel erg boos op zijn vrouw. Of vriendin. Want hij had echt zoiets van, waarom heb je me hiervoor aangemeld? En hij ging best wel in de slachtofferrol. Het bleek ook wel dat ze het financieel niet heel breed hadden om gelijk een nieuw huis te verbouwen. Wat op zich ook wel logisch is. Maar dan denk ik wel van, waarom ga je alles dan strippen? En dat je er zo bij zit. Want het was echt super ongezellig. Het was echt een bouwval. Ze hadden ook twee kinderen. Nou, het was gewoon echt niet veilig. Dat snap ik dan nooit zo goed. Uiteindelijk wilde hij ook met de relatie stoppen. Nou, toen gingen ze toch nog wel weer proberen een kans te geven. En uiteindelijk, toen het afgelopen was, toen zei de voice-over toch dat ze hadden besloten uit elkaar te gaan. En de vriendin was in het huis gebleven. Dus ze heeft er wel een heel mooi huis in overgehouden. Maar die man die viel ook heel erg die klussers aan. Van jullie praten tegen jezelf in en je doet het niet goed. En nou, hij had heel veel commentaar. Ja. Waardoor, en je moet je fout toegeven. Nee, zegt die klusser, dat ga ik niet doen. Want ik heb geen fout gemaakt. Want hij wilde helemaal niet luisteren naar hoe hij iets wilde doen. Daar sprong John dan ook wel echt zo in. Van, ho, tot hier en even niet verder. Dus dat was op zich wel... Ik vind hem altijd wel een goeie voor dit soort programma's. Maar ik vond hem, ja, ik vond hem dus wel een beetje heftig. Daarna heb ik gekeken naar... Oh ja, Steenrijkstraat Arm was ook wel een hele mooie uitzending. Ik vind het altijd wel heel leuk om te zien. En ja, toch wel mooi ook om te zien hoe mensen met minder geld het toch voor elkaar kunnen hebben. Dit was een alleenstaande moeder van drie meisjes. En in huis had het eigenlijk allemaal super netjes, ook super schoon. Zag er allemaal prima uit. Alleen in de tuin, ze hadden geen schutting. En toen hadden die, ze ruilden met twee zusjes. En hun hadden een soort van mosselfeestje gegeven. En het geld wat ze daarmee hebben opgehaald, hadden ze een bon gekocht voor een nieuwe schutting. Dus dat was ook wel mooi. Ik heb geen Netflix kunnen kijken, want Netflix die deed het bij mij niet. Dus toen heb ik maar De Slechtste Chauffeur van Nederland gekeken. Nou, dat was me ook wat, jongens. Ik snap echt niet hoe sommige mensen hun rijbewijs ooit gehaald hebben. Er is er eentje die is super bang. Dus het zijn nu drie finalisten. Eentje is super bang. Nou, die heeft ooit een aanrijding gehad. Dus op zich snap je dan waar de angst vandaan komt. Alleen vraag ik me af, moet je dan nog willen om in het verkeer deel te nemen als je zo bang bent? Die andere man die ziet gewoon helemaal niks. Die rijdt heel roekeloos. Als hij gaat invoegen, hij gebruikt twee banen. Zodat de linker en de rechterbaan twee de rechterbaan moet gebruiken. Sommige proeven kan hij heel goed. Maar het overzicht dat is voor hem heel lastig. En dan hebben we nog een vrouw. En die is... Die ziet ook niks. En die scheldt iedereen helemaal uit. En het ligt allemaal aan de andere weggebruikers. Het ligt niet aan haar. Dus ze hadden besloten om top 3 finalisten te hebben. En daarna heb ik lekker Rex gekeken. Was ook gewoon weer leuk zoals altijd. En ik had gisteren tijdens het eten even 5 Days Inside teruggekeken. Maar dat vond ik best wel heftig. Caroline Tensen was op Cerelo. En er zaten dus allemaal mensen die met problemen. Ze zaten er niet voor vast. Wel tijdelijk. Maar een meisje die sneed zich bijvoorbeeld heel erg. En die werd dan heel erg agressief. Als ze de hele kamer had ze verbouwd. Waardoor ze ook echt met een groepje moest ingrijpen. En dan gaan ze weer met haar praten. En Caroline had eerst een goed gesprek met haar gehad. Toen was er toch weer iets misgegaan. Want ze vond het niet leuk dat de begeleiders haar kamer hadden doorzocht. Daar was ze helemaal boos van geworden. Ja, en ook wel mensen die gewoon ook psychisch wat dingen hadden. En... Ja, ik vond het wel heel interessant. Maar ik vond het ook best wel heftig. Dus dat was mijn televisieavondje. Ik heb mijn blogje geschreven. De vlog die was online, online heb ik gezet. Die is al online gekomen, maar die heb ik dus klaargezet. En had ik nog meer? Nee, dat was het eigenlijk.
Nu heb ik eigenlijk een lekker rustig dagje. Ik ga straks even lekker bullet journalen. Ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en wat dingetjes opruimen. Gewoon even ook fijn als het weer een beetje netjes is. Ik ga eventjes een van de nieuwe dekbed overtrekken. Ga ik even in de wasmachine doen. Dan kan die even gewassen worden. En dan kan ik morgen daarmee mijn bed verschonen. En ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus lekker rustig gaan. Maar toch wel even wat dingetjes lekker doen. Dus ik ga daaraan beginnen. Zo, ik heb lekker een beetje opgeruimd. Ik heb nu die ding aanstaan. De was, ik heb boven wat dingen opgeruimd. Dus ik ben wel even lekker bezig geweest. Nu ga ik lekker bullet journalen. Dan ga ik jullie gewoon even bijzetten. Ik ga het wel weer beneden doen, omdat het boven echt heel koud is. Dus we gaan het gewoon even hier doen. Ik ga nu eventjes wat dingetjes doen. Dus ik ga muziekje aan doen. Ik zet jullie erbij. Even een kabel binnetje aan mijn snoertje gedaan. Dus die zit er nu dus omheen. Dus ik ben benieuwd of dat bevalt. Ik heb alles opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Dat is fijn. De was in de machine is nog niet klaar. Dus die moet nog even. En misschien hadden jullie het door. Maar het ging dus net even heel erg mis. Want de katten die begonnen zo te vechten dat mijn... dienblad van tafel bonjourde. Dus ik heb hem even opgeruimd. Maar dat was even vervelend. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond Netflix doet het weer. Vanavond kan ik weer Netflix kijken. Dus ga ik weer Kliek kijken. Ik ga Hudson en Rex kijken. En voor de rest heb je Alberto Stegeman en meester Frank Visser. Ik moet nog even wat foto's bewerken. Ik wil alvast een begin maken met de zaterdagvideo. Dus gewoon avondje laptop, avondje op de bank. Eigenlijk zoals elke avond. Dus niet bijzonder. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Want nu ga ik verder toch niks meer doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 21 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik vind het een beetje veel voor mijn doen. Maar ik had wat producten om te testen. Dus ja, soms wordt het dan een beetje veel. Maar geeft niet. Het voelt op zich niet raar aan. Alleen als ik naar mezelf keek in de spiegel dacht ik wel van wow, dit is wel heel veel. Maar maakt niet uit. Vandaag is de slaapkamer aan de beurt. Heb ik zin in. Mijn nieuwe dekbed overtrek die hangt er. Dus die kan straks lekker erop. Dus daar heb ik ook wel zin in om even daar lekker op te ruimen. Even schoon te maken. Want het is toch altijd snel wel weer vies. Ik ga er altijd wel lekker op. Gisteravond heb ik naar Alberto Stegeman gekeken. Dat vond ik best wel heftig. Het ging over een vrouw die heel veel mensen oplichtte. En uiteindelijk heeft Alberto haar geconfronteerd. Ze gaf ook alles toe, maar ze beweerde ook dat haar vriend nergens van af wist. Toen Alberto haar vriend wilde confronteren, ging ze er ook als een malle vandoor. Dus ja, in hoeverre dat zo was. Ze is daarna ook gewoon weer doorgegaan met oplichtingspraktijken. Dus het heeft ook niet heel veel uitgehaald. Ik weet niet, ik weet niet of dat je dan misschien ook ergens gewoon ziek bent. Of dat je dat er wat... mis is, maar het klopt in ieder geval niet. Daarna meester Frank Visser en ik heb aan de ene kant mijn eigen helemaal gek gelachen. Terwijl er eigenlijk niks te lachen viel. Maar dat kwam, het ging weer over een schutting. En er waren meerdere praktijken. Er was ook een schuur die eigenlijk op instorten stond. En de buren waren bang voor asbest. Maar degene die meester Frank Visser had ingeschakeld, dat was een oudere man van eind 80. Maar zo grof. Zo grof. Echt waar. Dat. Ja. Dat was echt. Echt niet normaal. Hij zei ook echt van. Het boeit me allemaal niet. En. En dan. Sodemieten die schuur. Of die.
het ding maar om, die schutting, dan zien we het dan wel weer. En hij was zo grof, ook echt tegen Victor, maar ook tegen meester Frank Visser. Nou, en ja, die pikte dat ook niet echt. Dus dat vond ik ook best wel, ik dacht wel echt even van, joh, wat is dit heftig. Ik vind dat echt wel heel bizar dat je zo op die leeftijd ook nog zo fel kunt zijn en zo grof. Zijn dochter woonde bij hem in, nou daar ging ook niet heel erg veel van uit. Ze zat wel een paar keer, ja, pa, nu even rustig. Maar ja, net of vader naar luisterde, nou niet dus, want hij ging gewoon weer lekker grof door met zijn dingen. Dus dat... ja, dat was... Ik moest heel erg lachen. Uiteindelijk hebben de buren gelijk gekregen, hoor. En het was ook niet meer dan normaal. En hij stormde ook heel boos die zaal uit. Hij, ja, ze hadden verloren. Dat was natuurlijk niet wat hij had gehoopt. En, maar ergens moest ik ook wel lachen. Ik heb Klee gekeken. Dat was ook wel mooi. Want ze gingen eigenlijk een soort van afscheid nemen van de Klee Club. Met alle oud Klee leden er ook bij. Er kwam toch weer eventjes ook aan bod over Finn. En uiteindelijk zijn er nu toch twee die willen proberen om die Klee Club te redden. Dus het is, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het vanavond verder gaat. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. En wat ik heel erg grappig vond. Je zag eigenlijk hun televisie kijken. En je zag ze kijken naar de officiële commissaris Rex. En toen gingen ze op een gegeven moment op een hotel. En het baasje was gewoon aan het zeppen. En Rex die begon te blaffen. Ja, nee Rex, we kijken altijd al naar jouw serie. Dus nu mag ik een keer kiezen. En hij bleef net zo lang blaffen. Totdat hij toch weer commissaris Rex mocht kijken. Nee, echt geweldig leuk. Echt super grappig gedaan. Dus dat was heel erg leuk. Mijn foto's zijn bewerkt. De video heb ik nog niet in elkaar gezet. Dat ga ik vanavond doen. En ja, nu ga ik gewoon even lekker stofzuigen. En dan ga ik jullie bij de slaapkamer erbij zetten. Want daar heb ik wel heel erg veel zin in. En het leuke is dus dat je, kijk, aan de ene kant. Nou, dat zal ik straks even laten zien. Kijk, dit is de achterkant. En er staan dus allemaal kleine Mickey kopjes op. Maar ik leg hem dus straks aan de andere kant neer. Dus ik zal straks, als hij er helemaal op ligt, zal ik het nog even voor jullie filmen. Maar nu ga ik even stofzuigen. Zo, ik ben klaar en ik zal jullie even het nieuwe dekbed overtrek laten zien, want die zit erop. De Disney variant. En die ziet er zo uit. Hoe leuk! Ik vind hem echt heel leuk. Je kunt hem dus dubbelzijdig dragen, maar ik heb nu mini voorop. En dan de kussentjes wel in die stijl. Super leuk. Zo, even alles opgeruimd. Ook het water en zo. Ik heb even watjes naar beneden gehaald. Want die waren op. Dus ik kan mijn nagellak er vanavond af. Die ziet er niet meer uit. En kan ik straks goed mijn make-up verwijderen. Vanavond kijk ik uiteraard Flikken Maastricht en GTST. Daarna kijk ik even de beste kijkers terug. Want die heb ik gisteravond opgenomen. Vanavond uiteraard weer Klee en Hudson en Rex. Ik moet vanavond nog even met de video aan de gang. Ik moet nog een blogpost schrijven. Maar straks ook even lekker douchen. En dan eerst even lekker eten. Verder, ja, ik vind het altijd ook wel relaxed. Het is niet dat ik dit heel erg vindt of zo. Dus ik vind het wel gewoon lekker allemaal. Dus wel blij mee. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even uitrusten. Mijn riem afgooien. Want het begint te irriteren in mijn zij.
En ja, dan zie ik jullie morgen. Morgen heb ik ook een wat drukkere planning voor de zaterdag. Maar daar vertel ik jullie morgen meer over. Omdat zondag moet ik weg. Maar dat horen jullie morgen allemaal. Dus ja, ik ga nu lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 22 februari. Ik ben klaargemaakt. En de planning voor vandaag is foto's maken, stofzuigen, cadeaus inpakken en als er nog tijd over is even bullet journalen. Morgen is de gender reveal party, dus ik moet dat vandaag allemaal doen. Dat ik dat dus morgen niet kan doen, mijn foto's. Dat is voor nu de planning. Gisteravond heb ik lekker Flikker Maastricht gekeken. Het was weer een hele mooie uitzending. En ja, ik ben er gewoon fan van, dus ik vind het altijd wel heel erg leuk. Daarna heb ik Beste Kijkers even gekeken. Was ook wel grappig. En gewoon even de nieuwsuitzendingen. Ik heb even de Vlaamse Pot gekeken. Klee was een hele bijzondere uitzending. Want Klee Club werd nu echt opgeheven. En ze gingen op het laatst allemaal met elkaar zingen. Dus het was echt wel heel erg mooi. Dus ik ben heel benieuwd naar de aflevering van vanavond. En daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. En dat was ook weer een hele ja, mooie uitzending. Ik vind dat soort series gewoon super leuk. Dus dat was ook wel weer heel erg mooi. Het waait heel erg buiten. Het is ook nog carnaval die dat begint. Nou, ik doe daar zelf niet aan. Maar voor mensen die het heel erg leuk vinden. Ja, het weer zit niet echt mee volgens mij. Ik heb de verwarming wat aangezet. Want ik had het heel erg koud. Dus die is lekker aan het opstoken. En ja, dat is het eigenlijk. Ik ga nu eerst even stofzuigen. Dan ga ik mijn foto's eventjes, wat producten pakken voor foto's. Ik heb mijn nagels gisteren ontlakt. De lak is eraf. Die ga ik vanavond weer even gellak opdoen. En ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus ik ga eerst even mijn dingen doen. En waar ik jullie bij kan zitten, zal ik jullie bij zitten. Oké, de cadeautjes van Nathalie en Frank. Jullie hadden deze al gezien natuurlijk. Het van de Lion King, dit rompertje. En ik had deze dus al een tijdje geleden gekocht. Dit shirtje. Dus die. Ik had er eentje bij Primark gezien, die was veel te groot. Ik wist dat Zeeman ze ook had. Die hadden ze niet meer. Dus toen kwam ik deze bij de Vibra tegen. En daar heb ik dus dit tasje bij. Dus ik ga het nu even inpakken, ook de cadeautjes voor me open. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen, dus ik zal jullie er even bij zitten. Zo, ik heb even opgeruimd. De cadeautjes zijn allemaal ingepakt. Het staat allemaal klaar. Ik vond dat vouwen van dat kartonnen doosje nog best wel een dingetje. Volgens mij zit het niet eens helemaal goed. Zou ik er misschien een plakbandje op moeten doen? Maar ja, dan scheurt het weer helemaal open. Dus ik weet niet. Misschien moet ik even Google kijken of daar nog een oplossing voor is. Wel even lekker bezig geweest. Foto's gingen ook echt heel vlot. Dus dat was fijn. Straks even de nagellak van mijn tenen nog afhalen. Want dat ziet er ook echt... Ja, die zijn op zich nog wel mooi. Maar ik had een glittertje erop gedaan. Ik vond het eigenlijk niet zo. Dus dat even doen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer deze quizjes voor jou. En dan neem ik Kees & Co even op. Want er begint een nieuw seizoen. En dat vind ik super leuk. Voor de rest heb ik eigenlijk...
niet heel veel te doen meer vanavond. Lekker tv kijken, Klee en Hudson en Rex. En even alvast wat kleding klaarleggen en mijn nagels even doen. En dan morgen naar de party. Ik weet alleen niet of ik daar kan filmen. Dus dat is even afwachten. Maar ik vertel jullie daar morgen wel even wat meer over. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik heb verder toch niks meer te doen. Mijn was is klaar. Misschien dat ik hem nog even leeg wil draaien. Die wasmachine straks. Dan is die ook weer fris. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar voor nu zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 23 februari. Ik ben klaar met... Ik ga zo meteen naar Nathalie en Frank toe. Vandaag is de gender reveal, dus we komen nu te weten wat de baby wordt. Dus ik word zo meteen opgehaald. Ik heb net even stof gezogen. Ik heb een loopneusje. Ik dacht, dan is dat in ieder geval klaar. Kan ik zo gewoon nog even wat drinken en even lekker relaxen, spelletje doen, dat soort dingen. Gisteravond heb ik de quiz, deze quiz is voor jou gekeken. Het was alleen heel erg jammer, de laatste ronde die deed het echt voor geen meter. Het was namelijk zo dat je hebt zeg maar net twee rondes heb je reclame. En na de reclame deed de app gewoon echt heel vaag. Maar ik las dus al dat het bij meerdere mensen het geval was. Dus het was gelukkig niet alleen bij mij. Het was wel helaas zo dat alle vragen die je goed had, hij ook fout rekende. Dus de app zat een bug in. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb Kees en Paul even teruggekeken. Was ook wel weer erg leuk. Vond ik alleen een opvallend detail. En dat weet ik nu. Dat weet ik sowieso. Ik let heel erg op details. Dus als bijvoorbeeld iemand op televisie jarenlang geen ring draagt en ineens hebben ze een ring op, dan zie ik dat. En in dit geval was het zo dat je Kees eerst met lichte schoenen zag, met witte schoenen. En toen gingen ze op de fiets en ineens had ze zwarte schoenen. En toen kwam ze later weer thuis en toen waren ze weer wit. Dus dat vond ik best wel opvallend. Maar het was een leuke uitzending. Ik heb Hudson en Rex gekeken, was ook weer super leuk, super spannend ook. En ik heb Klee gekeken en dat vond ik... op zich wel leuk, maar ook iets minder omdat het nu helemaal niet over de school ging. Maar het ging nu echt over de mensen in New York. En ja, ik wil ook graag weten hoe het met die schoolmensen gaat. Dus dat vond ik een beetje jammer. Maar wie weet vanavond. Ik ga nu even nog wat drinken en de laatste dingetjes doen. En dan wachten tot ik word opgehaald. Ik zal de camera meenemen. Zoals ik gisteren al zei, ik weet niet in hoeverre ik wat kan filmen. Want ik weet niet in hoeverre het mag en hoever hun dat willen. Maar goed, dat ga ik wel zien. En dan ga ik in ieder geval de camera gewoon sowieso meenemen. Ik ga even wat drinken en dan ga ik even wachten tot ik zo word opgehaald. De outfit van vandaag. Ik heb mijn nieuwe shirtje aan van de Primark. Daaronder heb ik mijn rokje aan van H&M. Nepleer en een gewone legging. Maillot moet ik zeggen. En dan doe ik dan mijn nieuwe laars onderaan. Dus dat is even de outfit. Ik vind het shirtje echt super leuk. Hij is wel een beetje frisjes, omdat die kleine gaatjes erin zitten. Maar ik vond het wel leuk om het aan te trekken. Dus dat was even de outfit. Ik film het even zoals je kan zien met mijn telefoon, want ik heb mijn camera al in mijn tas gestopt. Ja, moet je erbij? Nee, ik zal niet erbij. Oké. Nou, kijk, dit is eerst papiertje zo. En dit is een meisje. Oké, 1 punt voor de meisjes. Ja, maak er allemaal punten van. Nou, ik hoor het alweer. Het is ook een mietje. Ook 2 punten voor de meisjes? Ja. Doen jullie ook de telling van het Eurosongfestival? Ja. Ja, ja, ja. Dit is een jongen met een N. Ja. Dat is ook met een N. Ja, klopt. Dit is een jongen met zonder N. Ja, die is dus papa jou. Met zonder N. Met zonder N. Nog een jongen. Ja. 3 punten voor de jongens. Dit is een meisje. 3 punten voor de meisjes. Het staat gelijk. Eén draak. Hey draak, denk jij? Heb je wel een briefje geschreven? Nog een jongen. 4 tegen 3.
Ja, maar we hebben nog 4 briefjes. Meisje? Kijk, het is weer gelijk. Ja? Ja, jullie zijn van de foto's en de video's. Doe je ding. Ik mag steeds populairder worden. Oh. De camera's. Meisje? Oké, de laatste is beslissend. Nee, er zijn er nog 2. Oh, er zijn er nog 2. Oh, ik dacht dat er nog eentje lag. Wat denk jij daar? Ja, hij zit bij het meisje, dus ik denk dat hij denkt een meisje. Ja. Nou, dat kan. Nee. Nou, dan gaan we de camera op zijn geweest, hè? Heel de paard. Jongen? Ja, oké. Rappapa. En de 1000 points goes to. Deze Dennis geschreven? Ja. Jongen. Oké. Okay. Het is besloten. Ja, moet je even foto maken. De meerderheid denkt dus een jongen. Nou. Nou, dat was een bulbeuken. Ja. Dat zie ik nog niet. Ik ben al godde verwezen. Zo min. Wil je ook nog een foto maken? Ja, ik sta erbij. Ja, dat zie ik. Ja, je moet even op het zwijgen. Ja, ik vroeg al aan je, waar moet ik staan? Operaties allemaal, ja. Ja, ja. Mooi, hè? Ik zag achter de lamp. Ja, goed op. Oh, je bent voor de lamp staan. Sorry? En voor de lamp staan. Ja. Ik ben bezig. Heb je handlamp? Ja, ik vind toch een christenen hebben we wel, toch? Ja. Ja, hij gaat alles bewerken. Ja, mogen we? Ja. Die heeft wel fijn. Jij hebt het ja, ik goede mes. Ja. Oké, waar gaan we? Gewoon. Ja. Ja. Nee, je moet de punt snijden. De punt snijden. Schatsamenwerk is dit. Doe dat. En die trouw of zo. Ja, alsjeblieft. Het is vast oefening. Oh, even wat ik jezus, ik moet hij er ook weer op hoor. Hij er ook snijden dan. Oh, ja. Oh. Ja. Je hebt verraden, joh. Ja. Oh ja, ik moest het daar schrijven. Ja, ik kan moeite nemen. Dit hoort ook bij zijn. Nee, dit is de ondergrond. Heb ik helemaal zelf gemaakt, Nathalie. Ik vind het wel knap. Ja. Zeg, alle kookkunsten zeg maar bewaard worden. Zeg maar. Ja. Dus toch. Oh, ja, ja, gelijk. Toch. Het gaat niet echt goed om. Maar we weten nu wat er gebeurd is. Ah, valt niet meer te wissen, nee. Oh, jij hebt het even onderkant. Ja, dat mag wel maken. Ja, ja, nee, dit is stop. Het is bijna nog spannend, joh. Nou, ja, best wel. Ja, best wel. Ja, best wel. Ja. Nou, oh, ja, ik wacht maar even, hoor. Wie is hier de pro? Nee, doe jij het maar. Ja? Oh, ja. Weer schudden, hè? Ja. Dit gaat natuurlijk niet afleren. We gaan een vaten mouw leren. Ja. Ja, Lion King. Lion King? Dit is ja, een klopt. Hallo. Ja, ja, nou, dat is ook leuk. Ja, die is leuk. Zien? Oh, die heb ik ook in mijn handen gehad. Oh, gelukkig geen ik kan net niet aan, maar... Het staat echt helemaal aan jou, denk ik. Nou, dat kan toch best uit met die presentatie. Ja, dat kan toch beide, hè? Dat, ja, dus je hebt het gevraagd in de winkel dus, hè? Met, oh, nee. Nee, dat is zo. Dat is zo. Inderdaad, ja. Alsjeblieft. Ik heb het vast geplakt, trouwens. Zie je het? Maar hij zit aan één kant los, dus dat scheelt. Oh, dat is fijn. Nou, dan mag jij pakken. Leuk, hè? De grootste. Ja, dat verbaast me ook weer niet. Ik wil eerst maar die, ja. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Oh, hartjes. Ja. Oké. Okay. Oh. Ja, die was iets, ja. Ik had hem al vast gemaakt, maar toen. Ik weet het. Dat is echt op vuur. Oh, Nijntje. Oh, leuk. Dat leuk. Pas je ook niet meer in. Cute. Nee. Jammer. Zeg je dat, Wat de maat is. Oh, daar ben je even kijken. Ja, we gaan even kijken. Ja. Ja, dat denk ik.
Er zat wel zo'n band in, maar er zat weer die prijs op. Ik denk, laat, als het niet goed is, dan kan ik het weer inschuiven en dan kan ik het terugbrengen. Okay. Dus hij hoopt gewoon dat hij erin past, maar ja, het gaat niet. Het is wel een lekker navertje voor je. Dan is het een beetje tegen herfst, tegen de, weet je? Serieus? Je kan toch de vouwlijnen volgen? Nee, dat kan je echt. Cool, hè? Ja, echt leuk. Ik had 50 man. Oh, zo schat. En die sokken, dat kan je net van je vingers goed kouken, zeg maar. Ja, de boekenkast. Ik kan Oh god, kijk dat. Oh, kort en heel te maken. Ja, maar weet je hoe lekker dat is? Je hoeft toch. Ik weet niet. Jij mag gewoon spijkerbroeken aantrekken of zo. Een driedelig pak, ja. Je wordt het meest. Nou ja, je hebt jurkje, ja. Dat is een driedelig pak, is van vandaan. Is het inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, maar dat mag ik dan allebei nog maar. Ja, mag ook hoor. Uitpakken. Ja, ik kijk. Over nergens anders een burger is. Nee. Ook dat dat hier jouw nee, laatste maand. Nee, ik heb niet de erop gedaan. Het is een strekkendekentje voor in de wieg. Ja, wieg of kinderwagen of op de box. Mooi zeg. Leuk zeg. Heel mooi. Zo, ik ben weer thuis. Het was heel erg gezellig. Nou ja, ik heb de beelden gezien. We weten nu dat het toch een meisje wordt. Ik had dus echt een jongen verwacht. Want Frank had dus het idee met het potje waar de namen in zaten. Maar wij dachten, ik had dus echt een jongen. En ik had ook een jongen opgeschreven. Maar dat is dus toch een meisje. Ik heb nog heel leuk. Hamsters van Kopenhagen gehad. Het zijn sprookjes. Dus ik heb een meisje. En ook een bloemen. Die zit even in de tas. Dit is een vaakier. En ja, die heeft dus een snorretje. En van mijn moeder nog een zakje met vaakeitjes. Dat is heel lief. Ik ga nu in ieder geval even lekker douchen. Straks even eten. Ik ga even weet ik veel app installeren. Die ga ik straks even kijken. Ik voelde me een beetje misselijk. Dus ik weet niet goed hoe het kwam. Maar goed, ga ik nu even lekker douchen. En dan mijn dingen doen. En dan... Zie ik jullie morgen weer, want ik ga nu verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 24 februari en ik ben klaargemaakt. Ik zit te wachten op de meneer die komt voor de ketel. Hij is al in de straat, maar hij zit ook weer in zijn auto. Dus ik weet niet of hij nog gaat komen. Toen ik wakker werd, had ik al een gemiste oproep. Dus ik ging even kijken waar het nummer vandaan kwam, omdat ik het niet kende. En dat bleek dus ook het bedrijf te zijn. Waar de monteur van zou komen. Dus ik zei zo van, ja, ik had een gemiste oproep van jullie. Daar, vandaar dat ik maar even terugbel. Zij kon niet zien waarom ze hadden gebeld. Ik vond het al een beetje gek. Ik denk, juist moet een bellen ze af. Ja, ze zegt, het kan zijn dat de monteur eerder wilde komen. Maar ja, ik heb het gemist. Dus dat werd hem sowieso niet. Had ik ook niet gedaan. Ik zit nu gewoon stiekem te kijken, maar hij zit dus nog in zijn auto. Dus ja, laten we hopen dat hij alsnog gewoon komt. Ik voelde me gisteravond echt totaal niet lekker. Volgens mij had ik het al een beetje verteld, maar toen ik thuis kwam voelde ik me dus gewoon echt helemaal niet lekker. Ik ben gaan douchen en normaal geniet ik heel erg van mijn douche. En zelfs dat hield ik amper vol. Ik kon gewoon heel mijn benen staan, die trilden heel erg. Ik was misselijk. Dus ik ben gewoon echt op de grond gaan zitten, of in ieder geval gehurkt. Ja, dat werkt ook niet echt lekker als je haar moet uitspoelen en zo. Dus dat was niet zo fijn. Daarna ben ik op de bank gedoken in mijn dikke trui en in mijn broek. Een makkelijke broek dan. Toen heb ik wel wat gegeten, maar bewust niet zo heel erg veel omdat ik me niet zo heel erg lekker voelde. Daarna ging het op zich wel weer, maar ik voel me nog steeds niet helemaal hiervan het, moet ik zeggen. Ik heb het onwijs koud. Het is ook wel koud, vandaar dat ik ook lekker in mijn dikke trui zit. Maar ik vind hem niet top. Gisteravond heb ik weet ik veel gekeken. Het was erg leuk. Ik vond dat boven erg door. Dus het echt heel erg leuk deed. Ik had ook het idee dat ze minder lang bij vragen bleven hangen. Sommige vragen worden wel even wat meer toelichting overgegeven. Maar het was niet dat je
ellendelang bij een vraag bleef hangen. Dat vond ik vaak bij Linda wel. En ik weet ook niet, er zal ook best wel een soort van script voor zijn. Hè, dat je niet bij alle vragen even lang kan blijven hangen. Maar ik had het idee dat ze nu wat sneller doorheen gingen. Ik heb wel even koffie gedronken. Ook al had ik gisteren al 2 bakjes op bij Nathalie en Frank. Oké, die man die is dus nu vertrokken. Oké, dit is fijn. Nat. Hopelijk komen ze dan wel vandaag. Ik heb het ook echt in de gaten gehouden. Er stond niemand voor de deur. Mijn bel doet natuurlijk niet. Maar je kan wel kloppen. En ik heb gewoon niks gehoord. En ik was gewoon hier in de kamer. Dus ik zou het sowieso horen. Maar dat was dus gisteren eventjes het geval. Waardoor ik dus ook gewoon... Misschien dat het daarvan kwam. Ik weet het niet. Ik vond hem gewoon niet helemaal top. Dat was dat eventjes. Maar na weet ik veel heb ik Meisje van Plezier gekeken. En ik heb nog de noodcentrale gekeken. En Glee. En Rex uiteraard. Glee was wederom weer alleen met de mensen in New York. Ik vond het wel heftig, want in Glee zit een homoseksueel stijl. En ze hadden toevallig te maken met geweld tegen homoseksuelen. Er was dus al 1 jongen helemaal in elkaar geslagen. Daar stonden ze ook in het begin bij, zeg maar, bij een foto. Waarvan ik eerst dacht van die is overleden, maar dat hadden ze gewoon gemaakt. Omdat die jongen dus in elkaar was geslagen. En toen kwam een van die jongens, die dus ook op mannen valt. Die zag dat iemand anders in elkaar was geslagen. En toen ging hij ertussen staan. Toen is hij zelf helemaal in elkaar geslagen. Dat was op zich wel heftig. Ik weet niet of dat heel erg een ding is in New York. Ik ben er zelf nooit geweest. Ja, ik heb er ook niks mee te maken. Want ik val zelf gewoon. Ik val niet op vrouwen, zeg maar. Dus wat dat betreft... weet ik sowieso niet hoe die wereld in elkaar steekt. Maar daar was het wel eventjes een dingetje. En net wat ik zeg, ik weet niet of dat dit echt uit het leven gegrepen is. Of dat het gewoon een verhaallijn moest zijn. Het is natuurlijk al wel van jaren geleden. Dus misschien was het in die tijd wel zo in New York. En is het nu gewoon heel erg verbeterd. Dat weet ik dus niet, want dit is van 2014. Nou, dat is natuurlijk alweer 6 jaar geleden. Dus dat weet ik verder niet. Maar wederom weer helemaal niks op de school. Dus dat vond ik jammer. Dat is gewoon even afwachten of dat nog verder gaat. En ja, Rex was gewoon leuk zoals altijd. Dus ik heb wel de verwarming aan. Ik weet niet of het niet mocht, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het hartstikke koud. Vandaag ga ik de klusjes doen die ik normaal op dinsdag doe. Dus ik ga eventjes mijn kattenbad doen, mijn gang en mijn douche. Dus de week van de niet grote schoonmaak, dus dat is op zich lekker. Dan moet ik maar afwachten of dat ze nog gaan komen. Dan ga ik ze eerst maar even mijn wasje opvouwen, want ik heb best wel veel was. Dat moet eigenlijk ook dringend in de kast. Dus daar ga ik maar even mee beginnen. En dan ga ik maar gewoon mijn dingetjes doen. En wie weet, als er nog tijd over is, dat ik nog even wat ga knutselen. Maar ja, dat ligt gewoon even helemaal aan of dat ze nog gaan komen, ja of nee. Het is natuurlijk nog hartstikke vroeg en het kan tot 4:30. Maar ja, omdat ik die man al in de straat zag, dacht ik van... Hey, het zou lekker zijn als ze te vroeg zijn. Want het zijn altijd van die afspraken waar ik gewoon onwijs tegenop zie. En... Waarschijnlijk is dat heel stom, maar dat is gewoon iets in mij. Hè? Het is ongewoon. Ik slaap dan ook minder lekker. Ik was al een keer heel vroeg wakker toen ik wel weer in slaap gevallen. Maar ja, ik ga er toch een beetje op liggen. Dus ik ga even mijn was doen en even wat dingetjes doen. En ik ga jullie er gewoon bij zitten. En dan moeten we verder maar even afwachten. Althans, ik moet afwachten op dat ze nog gaan komen, ja of nee. Inmiddels is het bijna 2:30. Er is nog steeds geen monteur. Ik heb net wel even een telefoontje gedaan. Ik heb jullie van de week verteld over mijn stofzuiger. Volgens mij was dat in de vorige vlog. Die niet echt goed meer zoog. En ik irriteerde me er zo aan. Omdat ik dus elke dag op mijn knieën zit te stofzuigen. En alles wat ik stofzuig loopt er net zo hard uit. En misschien als je zelf katten hebt. Dan weet je hoe het gaat met kattengrit. Dus ik denk ik ga gewoon even bellen. Ik heb deze stofzuiger nu 1 jaar. Dus ik had eventjes gebeld. Ik heb hem toen de tijd bij Coolblue gekocht. Dit is toen de vervanging geweest van mijn andere stofzuiger. Dus ik denk, ik ga gewoon eens eventjes vragen van... Goh, zit er nog garantie op? Dus dat is nog garantie op. Dus ik moet hem nu opsturen.
Het fijne is wel dat ik nog een leenstofzuiger heb staan. Die heeft diegene waar ik ervan heb geleend nooit nog meegenomen. Moet ik alleen even bij de Action zakken halen, want dat is wel eventjes een pre. En toen had ik eventjes mijn vader gebeld, omdat ik hem morgen zie en hij kan printen. Want ik heb geen printer inkt. Van, goh, kun jij een ticket printen? Want het moest eventjes weer zo'n label moest erop. Kun je die printen? Want mij lukt dat niet. En toen heb ik gelijk ook even de tickets voor de huisuitbeurs doorgestuurd. Dus die moet ik even opsturen. Ik ga dus nu zometeen nog wel even ermee stofzuigen. En dan probeer ik het zo netjes mogelijk te houden. Maar dit was gewoon geen doen meer. Dus ik ben wel blij dat er nog garantie op zat. Er zat hierna trouwens nog een jaar op, hoor. Ik had nog sowieso tot 2021 garantie. Maar ik wist niet hoe lang de garantie liep. Maar er zat dus 2 jaar garantie op. En omdat ik dus al had gelezen op internet dat de stofzuigers niet zo heel goed uitkwamen, gaan ze hem nu dus nakijken. Dus op zich is dat een goede vooruitgang. Ik ga nu in ieder geval nog even verder met mijn gang. En dan blijf ik maar wachten of dat de beste monteur nog komt. Ik vind het heel raar, omdat hij al in de straat was, dat hij nu weer weg is. Dus ik hoop van wel. Ja, dus we gaan maar eventjes kijken of dat lukt. Maar dat was even de update die ik met jullie wil delen. Weegschaal is zojuist geknapt. Ik gaf hem een zetje om hem recht te geven. Hij klapte gewoon helemaal uit elkaar. En ik vind het echt oprecht heel erg jammer. Want ik vind het echt een hele lieve, leuke weegschaal. Nu heb ik er ook geen een meer. Dus ik ga het maar even bij elkaar rapen. Ik had het dus net gedweld. Nee. Kom, het is gevaarlijk. Ik moet even uitkijken dat ik niet met mijn voetje in stukjes ga staan. Ja, ik zit inmiddels op de bank. Monteur is niet meer geweest. Ik snap er helemaal niks van. Dus ik hoop niet dat er morgen een briefje in de bus zit. Ik heb je gemist. Want dat kan niet. Ik ben thuis geweest. Ja, dat is logisch. Ik ben altijd thuis. Maar het klopt gewoon niet. Ik heb hem nog in de ogen gekeken. Toen ik hem zag lopen. Dat ik dacht van, goh, kom je nu hierheen? Hij is niet bij mij aan de deur geweest. Hij is niet boven geweest. Want ik had het gordijn open. Ik heb eigenlijk, toen ik hem zag aankomen, ben ik al een beetje in de gang gaan staan wachten. Hij kwam niet naar de deur. Hij is niet geweest. Hij komt tot 4:30 komen. Het is nu letterlijk 16:27. Die gaat niet meer komen. En daar baal ik echt ontzettend van. Want ondanks dat ik een hele productieve dag heb gehad, vind ik het gewoon ruk. Nou ja, mijn dag is gewoon niet heel erg lekker verlopen. Verder, nou ja, wel dat ik heel productief ben geweest. Mijn was ligt al in de kast. Ik heb mijn wasmachine leeggedraaid met soda. Want dat is dan goed voor al je vet en zo. Dan gaat je was weer heel erg lekker ruiken. Er is een stukje van mijn nagellak af. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Die ga ik vanavond even opnieuw doen. Mijn weegschaal die uit elkaar kletterde. Waar ik ontzettend van baal. Want ik vond dat echt de geweldigste weegschaal ooit. Met de poesjes erop. Dus ja, al met al was het allemaal een beetje vervelend. Maar ja, ik heb nog wel eventjes wat kunnen knutselen. Mijn douche is verder schoon. Ik hoop ook echt dat er geen kleine stukjes meer liggen, want ik heb alles zoveel mogelijk weggehaald. Ik heb de stofzuiger in een doos gepropt. Ik kon natuurlijk de originele doos weer niet vinden. Ik weet dat ik dat ding ergens nog moet hebben, maar ik zag hem niet en ik heb boven niet heel veel licht. Dus ik dacht, weet je, laat maar wezen. Ik pak wel een andere doos. En dat mocht ook, hoor. Dat was geen probleem, want ze verwachten niet dat je de doos bewaart. Dat heb ik gedaan. En nou ben ik er klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ik heb de bonen al afgehaald vanmorgen. Staat ook al in de koelkast. Ook even wat aluminiumfolie overheen, want hij past er niet in de koelkast met de deksel erop. Maar ja, ik heb het nu wel een beetje gehad. Dat hoor ik. Ik hoor wat. Is niet hier. Vanavond kijk ik Married at First Sight. Daarna kijk ik Uitstel van Executie. Glee, Rex. Even de Vlaamse pot. En dat is het wel. Ik moet een artikel schrijven. En verder rest is dat het voor vandaag. Ik ben er nu klaar mee. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Morgen ga ik dus weg. Daar zal ik morgen even nog wel wat over vertellen, denk ik.
En dan weet ik niet of ik verder ergens mee kan nemen. Maar dat zie ik morgen wel. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. En het leuke is, ik heb wel weer een heleboel nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Dus dank jullie wel voor het abonneren. Daar word ik echt heel erg blij van. Vind ik echt super leuk. Nu ga ik lekker relaxen en ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Het is 25 februari. Ik ben klaargemaakt. Het is hartstikke vroeg. Het is 9:15. Maar mijn vader komt zo, omdat we dus naar mijn opa gaan. Dan ga ik dat, die cadeaus brengen. Hartstikke leuk, maar het is wel vroeg. En ik heb niet heel erg lekker geslapen. En ik was voor de wekker ook al wakker. Dus ja, op zich denk je, nou, het is wel positief. Het is ook op zich wel beter als dat ik wakker word van die hele harde schelle wekker. Maar, ja, als nu de afgelopen dagen was het gewoon allemaal iets vroeger. Maar goed. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken. Hartstikke leuk. Maar vanavond is de laatste uitzending en ik vind het seizoen heel erg afgeraffeld. De eerste koppels werden heel uitgebreid gevolgd in de huwelijksreis, in het samenwoonperiode. En de laatste koppels, daar heb je 1 of 2 dagen huwelijksreis van gezien. Die andere was het misschien wel 4 dagen. En ik vind hem gewoon heel erg afgeraffeld. We moeten het samenwonen nog beginnen. En vanavond is ook al gelijk de ontknoping. Wie blijft er bij elkaar en wie niet. Dus ja, ik vond het echt een beetje afgeraffeld. Ik zei het ook nog tegen mijn moeder en tegen Nathalie op de app gisteravond. Ik vind het seizoen echt heel erg afgeraffeld. Dat vind ik jammer. Dan heb ik Uitstel van Executie gekeken. Dat was ook een hele mooie uitzending. Ook wel heftig. Ik heb even Vlaamse Pot gekeken. Ik heb Glee gekeken. Alleen weer over New York. Alleen over de New Yorkse mensen ging dat. En ik heb Rex gekeken. Nu ga ik eventjes verder spullen klaarmaken, omdat mijn vader zo komt. Ik ga de camera wel meenemen, maar ik weet niet of ik wat ga vloggen, dus dat is nog even afwachten. Ik had trouwens ook nog even ingelogd gisteravond bij het bedrijf waarvan ze zouden komen voor de ketel. En er moet dus een nieuwe afspraak gemaakt worden, maar ik ga nog wel even contact met ze opnemen van ja, waarom zijn ze niet geweest? Want dat wil ik toch wel even weten. Ja, ik vind het gewoon niet helemaal netjes. Dus dat eigenlijk. Voor de rest heb ik ook niet zo heel veel te vertellen, geloof ik. Nee, eigenlijk niet. Ik zit alleen, heb ik nog iets om te vertellen. Ik heb mijn nagel even opnieuw gedaan. Want die was niet helemaal mooi meer. Ik ga nu even nog wat drinken en dan ga ik me verder eventjes klaarmaken. En dan gaan we wel zien of er vandaag iets te vloggen valt. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik voel me niet helemaal lekker. Dat had ik natuurlijk zondag al. Het trekt nu toch een beetje door. Dus ik hoop echt van harte dat ik niet ziek word. Want dat kan ik niet gebruiken. Aangezien ik zaterdag op de huishoudbeurs ben. Ik heb ook weer een beetje last van mijn blaas. En ik weet toch echt elke keer niet hoe ik eraan kom. Ik heb er even cranberry sap gehad. Ik moest eventjes wc-papier halen. Want ik had dus sinds zondag nog maar 1 rol toiletpapier. Dat is geen aanrader. Ik was het gewoon vergeten te kopen. Dus dat heb ik nu ook weer in huis. Dus dat is fijn. We zijn even op bankenjacht geweest. Wij zijn bij de Jisk geweest. En ik moet zeggen dat de Jisk... ik ben in totaal nu... ik was eerst al bij een andere Jisk geweest, zeg maar. Dat was toen in november ben ik bij een Jisk geweest. Omdat ik, goh, ze hebben eigenlijk best wel mooie banken. En wat leuk. Toen ben ik vorige maand bij de Jisk geweest. Het was weliswaar wel een andere filiaal. Maar ik dacht, nou ja, misschien hebben ze wat leuks. Ze hadden eigenlijk te weinig. Het was ook best wel een klein winkeltje, maar ze hadden heel weinig. En nu was ik weer bij de Jisk. Nou ja, ze hadden weinig. Ze hebben vooral veel slaapbanken, laat ik het zo stellen. En dat kan heel handig zijn, misschien als je student bent of zo. Maar ik hoef zelf geen slaapbank. En nu hadden ze alweer heel vol op de tuinmeubelen. Dus de banken die maken weer plaats voor de tuinmeubelen. Waardoor ze nu dus heel weinig hebben. Dus ik ga binnenkort maar eventjes een keer ergens anders kijken. Voor nu is het in ieder geval niet geslaagd. Dus dat was dat. Mijn opa was heel blij met de cadeaus. Dat was verder super gezellig. Dus dat was
even dat. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik ga even lekker relaxen. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik ga even wat drinken. Even lekker met de katjes knuffelen. Ja, het gaat gewoon even niet zo lekker. Ik hoop in ieder geval dat je het weer hartstikke leuk vond om te zien. Ik wil je ook weer bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan weer op het knopje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Vergeet het belletje niet aan te zetten. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ja, bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!